It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we weer Call of Duty Advanced Warfare. En spelen, wacht even hoor. Deze keer gewoon weer Team Damage op de map Recovery. En ja, we gaan gewoon kijken wat we dit putje kunnen gaan doen. Als deze video natuurlijk nou leuk vindt, ram dan af alsjeblieft. Dat blauwe duimpje mogen helpen mij natuurlijk enorm. En als we die 40 likes weer kunnen smashen, helpen mij natuurlijk enorm. Want het is zo'n vakantie. Dus, ik weet niet of iedereen YouTube kijkt. Ik denk het wel, want meestal kijken mensen van de vakantie naar YouTube. Maar je weet natuurlijk nooit zeker. En we gaan nou kijken wat we kunnen gaan doen. Dus, laat het over ons heen komen. Zit hier rechts van ons. Daar is kill nummer 1. Een strafe medal. En een headshot. Dat is natuurlijk altijd mooi om te hebben. Oh shit. Hij is nog niet dood. Teammate heeft hem. Let's go teammate. Goed gedaan jongen. Gaan we nu kijken of we door kunnen gaan. Om natuurlijk nog meer kills op te pakken. Ik ben scheef. Teammate pak hem op. Thanks teammate. Denk ik. Hebben we nog steeds niet. Ik heb wel daar. En ik heb ze allebei. Let's go. Woe. Moet alleen dadelijk wel als ik dood ga. Denk ik nu. Terwijl jij bent echt slecht man. Wou even zeggen. Oké, okay, doe ik nu. Ik denk dat nou wel goed liggen. Even mijn geluid wat harder zetten. Nee! Ik zeg nog met mijn domme kop, ik denk dat nu de goede gelegenheid is. Nee hoor, dat was het niet. Maar dat maakt niet uit, want we staan nu 6 om 1. Nee joh, je kan op Advanced Warfare zo. Maar dan ook echt zo slecht hipfiren. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal jongens. Er was laatst ook een update van 5. Bijna 5 gig. Dat is echt niet normaal. Voor Advanced Warfare is echt super groot. Advanced Warfare heeft altijd maar, hoe is het, een paar gig of zo. En nu opeens gewoon 5 gigabyte. En ja, als we vergeten, ja, heb ik soms nog niet eens zulke grote updates. Maar ja, het is veel. Als je GTA 5 op de PC hebt gedaan, wat ik laatst ook heb gedaan, dan ben je gewoon 60 gigabyte kwijt. Dus, mag niet klagen over 5 gig. En holy shit, 60 gig voor een game is best wel veel hoor jongens. Maar dan heb je ook echt wat. Zonder dolle. Want het is natuurlijk wel leuk voor de mods en zo. Ik wist dat hij hier zat. Ik wist dat hij daar zat. Ik zag hem op mijn minimap. Maar we gaan niet zo heel hard, teammates. Dus. Wat beter ons best doen. Span achter ons verder. Thanks, Grenade Blast. Holy shit, er waren even een paar kills achter elkaar thuis. Dat was mooi. Dat ging even lekker, jongens. Ging even. Vond ik wel mooi dat er even een paar kills achter elkaar waren. Maar ik heb ook op de PC Black Ops 2 gedownload. Ja, ja. Ik weet dat dat geldverspilling misschien wel is. Maar het is best wel chill. Het is even wennen, omdat ik natuurlijk altijd met controller speel. Maar aan alles is te wennen. Dus. Wordt gewoon even lekker tryharden met Sam. Oftewel, acceptabel kanaal. En misschien dat je dat dan op onze kanalen kan gaan zien. Want er is best wel veel. Vraag naar Black Ops 2. Want jullie vinden Black Ops 2 natuurlijk gewoon fucking leuk. Ik vind het ook leuk om te spelen. En nu moet ik dan even op de console. Of op de PC bedoel ik iets beter worden dan op de console. Op de PC ben ik echt nog niet normaal slecht. Ik heb op de console heb ik een 2KD. En ik ga eerlijk zijn, jongens. Op de PC heb ik nog niet eens een 1KD. Dan komt gewoon dat ik heel erg aan de toetsenbord en muis moet wennen. En ik kan gewoon niet met je shit omgaan. Ah, oh, ik was daar even bijna dood. Maar ik ben uiteindelijk dood gegaan. Dat is jammer. Jammer, volgende keer beter. Kom, kijk. Ah, we gaan dit wel winnen nu. Laat maar naar het scorebord. Of het teammate moet op zo'n douchebag gaan. Daar ligt er een. Ik dacht serieus dat die gozer daar dood was. Omdat mensen die dood worden schoten rollen altijd een beetje door in Advanced Warfare. Maar hij leeft dus nog gewoon.
goede afleidingsmanoeuvre. Maar één do. Ah, my aim though. Wow, mate, what are you doing? What are you doing? Er zit een gozer in mijn klas, die praat altijd. Het is nou zo'n vakantie. Die praat altijd zo. Hello, mate, what are you doing? What are you doing today? I don't do anything today. I killed some people in the false wharf, huh? Yeah, yeah, look that trip came there. Oh my god. Zo praten die dus. Kom op, boys. Nog 25 keer, 24. Blijven hoofdrekeningen. Blijven hoofdrekenen. Ook al is het vakantie, want het is natuurlijk wel belangrijk om jouw hersens goed te laten werken. Is die gozer nou serieus verdwenen? Ik denk dus tweede. Waar zit die hieronder? Daar zat er een. Er zitten wel meerdere. Oh, kom maar. Ik zei niks. Teammates, ik denk dat je even je achter je moet kijken. Ja, kijk maar. Hij was zo wiek, dat één kogel in hem en hij was dood. Zo zonde, dit is echt zonde. Dit is echt zo'n death in mijn rug. Weer hij, hè? Of dit is een andere, hè? Dit is een andere. Hoe sta ik eigenlijk? 26-11. Nou, best goed. Let's go, we hebben al gewonnen. Best, ook wel best wel een snel potje, want team damage gaat redelijk snel voorbij. Maar omdat Advanced Warfare is, laat het bij één potje. Dus, mocht je deze video genoten hebben, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer voor meer als je dat nog niet hebt gedaan. Check elke dag om 10 uur precies. Komt er een video natuurlijk. Kan zijn Blocks 2, Advanced Warfare, Agario, iPhone Game. Kan allerlei zijn. Maar, zoals ik altijd zeg jongens. Bedankt voor het kijken. En ja, vergeet geen like. En zoals ik altijd zeg jongens, tot de volgende keer. En later.